Ik kan het niet tegen jou. Kom maar even. Kijk eens, er staan allemaal gasten klaar. Van harte welkom. Voor ons. Goedemiddag. Komt u maar aangesloten hoor. Dat kunt u toch beter zien. Want dit wordt toch ook wel weer een bijzonder verhaal. Van wij nu weer hebben mee. Zou u dat voorzien? Nou, kijk, dit is mooi. Dit is heel erg goed. Nou, dan kunnen we zo beginnen. Ik ben wel klaar, ja. En Otto? Ik ben er helemaal klaar mee. Otto, we gaan ons eerst voorstellen. Zoals we hebben afgesproken. Nou, dat is dan geregeld. Ja, weer. En aan de andere kant staat Vitoborist, dokter Anders Magister in de ongeluksbestrijding, Virginie. En in ons midden ons draaiorgel, Esmeralda. Wij zijn de charlatans. Oké. Als u hier goed denkt... Ziet u mijn betovergrootvader, Jozef Charlatan? Hij was dirigent. Ooit deed hij hier mee aan een belangrijk muziekconcours hier, op deze plek. Totdat zij allen verdwenen. En als u achter u kijkt, ziet u Tavierne in dat zwarte kat. Een prachtig etablissement waar mijn vrouw en ik een kruidenierswinkeltje hebben geopend. Overdag doet hij daar van alles kopen. Maar, s'nachts... Op een nacht schrokken we wakker uit onze slaap, omdat we vreemde geluiden hoorden. Sinister gerommel, gekras en getrap. Toen wij alle moed hadden verzameld, zijn we onderzoek uitgegaan naar waar deze enge geluiden vandaan kwamen. Achter den zwarte kant vonden we de oude stallen, nog uit de tijd van de abdij. In het donker gingen we op zoek naar schatten en die vonden wij ook. Tastend in het duister, manden, kisten, meubels. En daar, verborgen tussen de oude huisraad, vonden wij een stapel oude papier. Oh, wat is er? Iets heeft me gekrapt. Iets? Ja. Dat moet die zwarte kitten zijn. Ik zei het toch, dat beest is niet te vertrouwen. Nou, een zwarte katje. Nee. Ja, nou. Luister, ik wil dat je niet meer in de buurt komt van dit zwarte katje. Wat heb je gevonden? Tekeningen. Van de oude abdij. Hier, een vaantje. En wat onleesbare geschriften, aantekeningen. Otto. Maar dit zijn niet zomaar papieren. Dit zijn de aantekeningen van Jozef Charlatan. Nou, het is haast niet te lezen. Ja, dat zijn. Die nacht deed Otto een poging om de aantekeningen van mijn betovergrootvader Jozef Charlatan te ontcijferen. Ik was kruiden aan het sorteren.
In de verte worden we het gedonder van onweer na. Ik liep naar het raam, keek in het duister van de nacht. En opeens werd het hele bos hel verlicht. En ik zag... Ah! Wat is er? Iets groots, iets duisters, iets zwarts, iets heel engs. Het is een onnoembare. Het onnoembare? Ja. Ik kijk en ik zie niks. Er is niks aan de hand. Niets aan de hand. Ik ga kruidthee voor je maken. Ik hoef helemaal geen thee. Om te kalmeren. Ik hoef niet te kalmeren. Ik wil hier gewoon weg. Ik heb in Europa heel wat doorkruist met Esmeralda. Ik heb de Sjoenkrat gedanst. Ik heb de Sertaki gedanst. Overal. Ze heeft ons hier naar deze plek geleid. Waar we alle graven tegenkwamen van het hele orkest. Klaviermeester Engelbert. Het graf van tegen. Het was de eerste! De eerste, ja! Ja! En toen het mausoleum van jou werd overgrootvader, oh. Ja? Niet de mijne, nee. De jouwe! Toen zijn we alle spullen kwijtgeraakt, alles! Het ezeldier is nog steeds niet terug! En dat is niet mijn schuld! En nu wonen we in dit afgebladderde, zwartgeblazende, oude, vieze, beschimmelde krot! En ik ben ook nog gekrapt. En jij denkt dat ik blijf? Ik ga! Otto! Deze ontberingen die hebben ons geleid naar deze plek. Er is hier iets te vinden, ik voel het. We zijn er bijna. Katahukuri kulunak, kailpatan di mortes. Ik hoef dat gezeur van jou niet meer aan te horen. Nee, ik ga weg. Otto, charlatan, dat denk ik niet. Jij blijft hier, wat ik je zeg. Slecht op ons gemak, vonden wij hier een onder.
dak. Elke nacht een vreemde geluiden. Kippenvel op onze huid. Een groep en een vrouw, het toch gejouw. Want ze is weer aan. Wij vonden een schat in de stal van den zwarte kat. Schier onleesbare geschriften op deze bladen vergrift. Hij schreef van een toer en van een concours. En van Esmeralda. Ja, kom, laat je gaan. Referenties van hier tot de maan. En voor ons in vele landen de Sarah-dans. Oké. Dank u. En dit is ons verhaal tot nu toe. En volgt nog veel meer. En nog veel engere momenten. En voordat het zover is, kunt u natuurlijk hier met ons op foto met Esmeralda. Geheel gratis, omdat het zondag is. Zo is het, Otto. Ja. En ik ben zo blij dat je weer helemaal terug bent en weer de oude bent. Ik herkende jou even niet meer. En mijn duifje, ik kan niet zonder jou, dat weet ik. Wat je ook doet, het maakt niet uit. Otto, ik ook van jou. Wie durft er met ons op de foto? Ja, hele stoere jongens hier.